als mensen langs de dijk lopen, dan valt mij in ieder geval op dat er zo ontzettend veel prachtige hortensia's langs het pad staan. En die zijn van Maarten en Jannie Zevenbergen. Ja, inderdaad, ja. Ja, die heb ik gepoot. Het is een soort liefhebberij van mij. En ik hoef verder aan de tuin niet te doen, want dat doet Jannie helemaal alleen. En ik maak enkel de hortensia's, zorg ik dat het in orde is. Wat is nou meer werk, de tuin of de hortensia's? De tuin. De tuin is natuurlijk meer werk. Maar ja, zij is wat ouder, moeilijker bukken dan. En ik doe het graag. Het is mijn lust in mijn leven. En dat kan je zien ook. Het zijn waarschijnlijk de groenste vingers van Albrandswaard en omstreken die we hier op het pad hebben staan. Op 15 juli hebben jullie een open dag hier. Dan mogen de mensen ook op het terrein komen kijken. Ja, graag zelfs. Hoe laat? Om 10 uur begint het. Nou, misschien wel weer weg. Het is mij even donker. Maar van 10 tot 5, officieel. En wat kunnen de mensen dan verwachten, Jannie? De mensen die kunnen verwachten dat ze rustig de eigen gang mogen gaan. Hebben ze vragen, dan lopen een kleindochter en mijn man samen de mensen te helpen om te laten zien wat of het is en hoe of het gaat. En wij, ik heb dan ook iemand bij me, zitten lekker een kop met koffie of wat fris drinken. De mensen kunnen kijken zelf zo lang ze willen als ze het weer gezien hebben. En dan kunnen ze ook wat gebruiken. Als ik naar deze hortensia kijk, dan gaat mijn hart een beetje open. Ik vind hem prachtig. Ik kan het me voorstellen, het is ook een van de mooiste hortensia's die we hebben. Ik heb de eerste hortensia, dit is alweer 50 jaar geleden, ontdekt in Denemarken. Dan heb ik hem hier meegebracht. Nou blijkt dit soort hier in Nederland niet te koop te zijn. Maar we hebben een synoniem die er sprekend op lijkt. Dus dat is geen bezwaar. Hoeveel hortensia's staan er eigenlijk? Nou, we hebben bijna 200. Ik heb er 195 genummerd. En er zijn 120 soorten verschillend van. En dan zie je dat varieert van wit tot helder blauw, vuurrood. Daar staat er eentje bij, die lijkt op de baron, het is hem niet. Dan moet je echt goed kijken, dat is voor de kenners. Die zeggen, ja, dat is geen baron, het hartje is iets anders. Wanneer is die daarmee begonnen? Nou, lieverlee, dat kwam eigenlijk. Er komen planten en steeds vernieuwen. We hebben natuurlijk altijd in de zaag gewerkt en verkocht. Een nieuwe soort kwam er weer bij. En zodoende ga je er toch een plaatsje van maken. Het is heel langzaam gegroeid. Ik ben er toch al bijna 50 jaar mee bezig. Niet zo intensief, maar je kwam als tuincentrumhouder. Kwam je overal en als ik ergens een mooie hortensia zag, ging je gelijk kijken waar die te koop was. En het is voor hem ook wel een groot werk, maar samen zijn we sterk. We lopen nog even door de tuin, want er staat ook nog een hele bijzondere, heb ik net gehoord. Dat is deze hier. De teler is een afstammeling van een Portugaler, familie Schouw, Wim Schouw, een heleboel sluis. Die heeft hem geteeld. En deze die bloeit 3 keer, hij bloeit nu roze. Hij is eerst zo een beetje gekleurd begonnen en dan bloeit hij roze. En dan gaat hij over in de kleur naar crème wit en eindigt echt donkerblauw. Ongelooflijk. In oktober, ik denk wel, en joh, vergeet je het nou, en in ene keer, dan verandert die kleur van zacht roze, eigenlijk roomwit eigenlijk, en die verandert in helder blauw. Zijn dat dezelfde bloemen of zijn dat steeds nieuwe bloemen? Nee, dat zijn dezelfde bloemen, en dan de plant die geeft een andere kleurstof. Ja, die zijn natuurlijk genetisch gemanipuleerd, maar in ieder geval, ze zijn er. Het is wonderlijk. En zo hebben we nog meer soorten die veranderen van... Van roze bloeiend in helder blauw. Maar dit is wel een heel bijzonder, omdat deze kleur ook heel mooi is. Mooi roze. En straks die roomwitte, die is ook heel mooi. En dan blauw is ook weer heel mooi. Deze vind ik ook wel erg mooi. Heel mooi, hè? Is dat nou een ouderwets of zie ik dat verkeerd? Nee, dat is geen ouderwets. Dat is ook weer een nieuw soort. Maar je ziet, hier, de namen zijn er een beetje van het zonnetje uitgegaan. En volgende week komt de chef van ons tuincentrum, die komt. En die komt die namen allemaal keurig opschrijven. Dus als de 15e de mensen langskomen, dan zijn alle namen weer netjes ingevuld? We hopen wel, ja. Er staat er ook nog eentje, dat is ook een heel bijzondere. Die bloeit helder wit, pluimhortensia. Hier zie je nog een paar die nog zo wit bloeien. Hij verkleurt naar licht roze. En straks in de herfst is hij rood. Dus dat is wel, die verkleurt in 2 kleuren. Ook een van Wim Schouw. Zie je, je kan het pijltje volgen zoals dat hij moet bloeien volgens Wim. Maar of hij dat ook echt zal doen, dat wachten we eventjes af. Vleer deden ze het wel.
Zie je, hij begint met rozen. Volgens een tekeningetje zou je zeggen. Maar hij staat hier en is in wel erg donker roze. Dan hoort hij wit te gaan bloeien en nog een keertje blauw. We houden hem in de gaten. We houden hem in de gaten. Jannie, dan lopen we via jouw paradijs. Want ja, dat is het wel, hè? Dat is het wel. Het is werkelijk ongelooflijk mooi. Ja. En je houdt het alleen bij, hè? Ja. Dat doet Maarten niet, hè? Nou, dat hebben we samen gedaan. Maar Maarten kan het niet meer op het moment. Ja. En ik doe het dus vanaf het hek af. Eerst, we krijgen ook hulp van Intratuin. 1 keer in de zoveel weken. Maar verder doe ik elke week. Begin ik en tot ik heb het helemaal gedaan. Van hier tot aan het hek. En dan gaan we even op de dijk kijken. En dan lopen we naar een beetje het begin van de dijk. En dan zie je dus, als je gaat wandelen, wat je ziet. Want daar hebben we weer die prachtige witte met de schijf. Ja, heel mooi, hè? Ja. Die is zeldzaam mooi. Ja. Die heb ik waarschijnlijk ergens nog tussen staan, maar ik weet niet zeker. Hij staat hier al een jaar of 20, 30, hoor. 15 juli. En dat is van 10 tot 5, een open dag. En dan kun je alle 200 hortensia's bekijken die Maarten verzameld heeft, toch? Ja, graag. Ik ben heel benieuwd en ik hoop dat de mensen meegenieten. Want het is toch een prachtige bloem. Een makkelijke bloem. Echt een bloem die bij de mensen hoort. Ik zou zeggen, gewoon even komen kijken. Het is geweldig hier.